gaan we de konijnen een bakje uitkuisen. Dat is ook natuurlijk doen. Ik hoop dat het overblijft, want het was toch even aan het regenen. Wat heb ik nu gekocht in de winkel? Is eigenlijk het stro. Het hooi, eigenlijk. En de koekjes voor hun, want die vinden ze eigenlijk al super lekker. Ik denk erop staan die schoenen daar, zonder dat op te laden. Dus dat heb ik zo wat gekocht, eigenlijk. Dus daarom. En ja, nog water en zo'n ding heb ik ook gekocht. Zo. Ik kan nu nog geen room toe doen eigenlijk, maar binnenkort kan ik dat wel doen. Nu niet. Ik kan je wel wat laten zien. Even de camera erop zetten. Kijk, dit is wat je nu ziet. Dus we gaan eens beginnen. Hier zitten allemaal appelstukjes tussen, blijkbaar. Het staat er op appel. Blijkbaar smaak appel. Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik heb trouwens nog heel veel oud materiaal gevonden. Dat bedoel ik oude foto's. En dat vond ik ook heel leuk om eens een keertje te laten zien eigenlijk. Ik denk dat ik daar ook wel eens een klein stukje TikTok van ga maken. Niet van alle foto's die erbij zitten. Maar dat is wel leuk om je eigen terug te zien natuurlijk als je zo wat jonger bent, zullen we maar zeggen. Dus het is wel heel leuk natuurlijk om dat dus te kunnen bekijken. Ik ga proberen om het jullie te laten zien. Ik zeg het, het is voor mij ook altijd wel een beetje grappig. Maar kijk, dat ben ik. En dat vind ik wel heel leuk om te zien. Eigenlijk, er zijn nog heel veel andere foto's, dus ik ga ze die proberen te laten bekijken. We gaan nu dus dweilen hier. We gaan even de emmer halen. Die staat nog buiten. Ik denk dat er ook al zelf regenwater in zit momenteel. Dus het heeft geregend, hè, dus kan niet anders. Er zit wel regenwater in. Jullie staan nu eventjes op zo'n staander. Ik ben eens benieuwd eigenlijk. Het weegt wel zo, het staat maar daar niet van. Maar het is wel leuk eigenlijk om te zien dat dat ook gaat. Zo, we gaan de emmer vullen. Voor de mensen die vaak in de vlog kijken of de TikTok kijken, ik moet het waterkoker moet ik gebruiken voor warm water. Omdat het dingetje dat ik heb normaal voor warm water op te doen, die is helemaal kapot. Dat hebben jullie een beetje kunnen zien in de vlog, maar ik heb er geen heel verhaal rond gedaan. Dat is kapot of zo. Dat moet ook niet echt gebeten worden en zo, dus. Maar, dus je staat niet te filmen als dat kapot gaat, hè. Dus, straks komt hier het geheim project te staan in deze kamer. Je ziet het nog niet momenteel. Want ik zeg het, het geheim project komt hier te staan. Dus, kijk nog maar eens heel goed. Want. Vanaf dat het hier staat, komen we hier eventjes wel op, natuurlijk ik zelf wel, maar niet met de vlogcamera, tot dat het geheim project helemaal klaar is. Dat zien jullie ook in deel trouwens soms op, hier al op. Krijgen jullie het te zien? Spannend, hè? Ik zeg nogmaals, je mag altijd raden wat het kan zijn.
gehad. Maar als het echt binnen regent, ja, dan zou ik best alle spulletjes toch omhoog zetten. Dan ben ik echt wel een beetje zo, die kan ik nadoen, hè. Hallo, welkom. Iedereen. Alles goed met u niet? Ben ik live gegaan? Gewoon omdat ik dat leuk vind om live te gaan. Ik wil heel vaak echt live gaan. Het is nu de eerste keer dat ik live ga. Zo. Mooi gepoetst. Niemand een kader. Nee, dat is mijn kader. Niemand krijgt de kader. Niemand. Dat is eens die van ons. Zo. Ook heel veel gevonden en dit is dus eigenlijk alles wat we gezwart gevonden hebben. En alles wat in deze doos zit is namelijk voor mijn oma Annie. Dus maar echt aan zijn. Dus die is allemaal. Ze houdt heel veel van Mickey Mouse. Het zijn allemaal glaasjes, dat zijn ook glaasjes. En ik vond het leuk om het aan haar te geven. Ik heb ook nog een Mickey Mouse figuurtje, die ga weer ook nog insteken. En ja, die houdt er super veel van, dus doe je dat toch met heel veel liefde eigenlijk geven. Ik ga het even terug insteken. Ze komt trouwens om. Dus we gaan dus die ander figuurtje nog even pakken. En dan kun je wat erbij steken en dan is het allemaal voor haar, behalve de doos. Maar dat weet ze. Dus dit heb ik ook nog en ik dacht wel, dat is wel leuk om aan haar te geven. Omdat ze toch echt superveel verzamelt eigenlijk. En zij weet er ook van dat ze het gaat krijgen. Dus ze was al super blij. Dus dat komt goed, hè.
ik word blij van andere mensen blij te maken eigenlijk. Dus als je dat dan kunt, dan is dat eigenlijk nog super zoveel leuker eigenlijk. Hallo. Hallo, hallo. Ik heb hier nog... Kuis? Ja. Ik heb een kuis. Hier is het weerdas. Ja. Dus dat hebben we gedaan. Ik dacht dat ze hier al waren. Wacht even, hè. Zo. Ja. Je gaat dus moeten oppakken, want daar staat een hele klas. Dat je daar niet in hebt. Ik heb het geprobeerd. Ja, man. Wat vind je ervan? Ik heb goed gepoetst, hè? Ja. Vind je het goed? Ja. Super, hè. Bla. Daar blijven staan, hè. Hallo? Daar stil! Waar moet je getreuid zijn? Een kleine update van alles. Een hele kleine update van alles. Dus eigenlijk zo goed als alles. De kasten zijn dus helemaal weg nu momenteel. Er staat er nog eentje. Dat is deze. Momenteel. Die is dus helemaal weg. Alles staat nu momenteel in de garage. De tafel staat er ook nog. Die staat namelijk hier. Ja, we gaan eventjes door de regen dan maar. En hier staat dus eigenlijk alles gesorteerd. Voilà, dat is echt alles. Maar wat zijn we nu eigenlijk van plan? De komende dagen, de komende weken eigenlijk, gaat het meer en meer duidelijk worden wat eigenlijk allemaal aan het gebeuren is. Ik ga er maar binnen, want het is nogal zwaar aan het regenen. Wat er aan het gebeuren is eigenlijk. Veel kan ik er nog niet over vertellen, want het is de bedoeling eigenlijk dat het echt tot het einde een geheim blijft eigenlijk. Dat is de bedoeling. Omdat ik ook dan pas echt de onthulling wil doen met wat we bezig zijn eigenlijk. De lens is een beetje nat. Met de druppeltjes en zo van die dingen allemaal. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dus we proberen zoveel mogelijk van dit project geheim te houden. Het noemt gewoon geheim project omdat ik geen andere naam heb eigenlijk. Om te zeggen eigenlijk. Dus wil je er meer over weten? Kijk gewoon de vlogs die de komende weken... Sowieso gaat het stap voor stap duidelijk worden wat ik samen met zoveel mensen aan het doen ben eigenlijk. Mensen die op TikTok zitten, die weten het. Maar ook omdat ze het eigenlijk een beetje vertellen, maar ik wil het echt, als het helemaal, wat het project is, helemaal klaar is eigenlijk het project, dan wil ik het aan jullie voorschotelen en laten zien eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje waardoor dat soms de vlogs ook niet zo interessant zijn, maar omdat je het er ook niet echt 100% goed inbrengt, omdat het echt wel iets is dat ik echt wel... een stukje geheim wil houden in de video. De mensen die het weten, die weten ook dat ze moeten zwijgen. Natuurlijk, ik vind het super tof. Ik zou het ook van de daken willen schreeuwen eigenlijk. Maar dat ga ik dus niet doen. Wat ik ook voorlopig zou houden eigenlijk. Dankbaar, dat ben ik wel. Eigenlijk. En ja, veel kan ik er eigenlijk niet over zeggen eigenlijk. Dus dat wil ik even meegeven aan jullie. Vond je dit een leuke video? Als ik het omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we bij. Morgen zijn we trouwens zondag, denk ik. Zijn we nu zaterdag? Ja, hè. Kut, het moet er al niet.